Dag dames en heren, dag jongens en meisjes, cijfers en letters. Welkom ook Riemer Reinsma, de jurylid voor de Nederlandse taal bij ons. Riemer, je hebt iets op je geweten naar aanleiding van de vorige uitzending. Ik moet het boetekleed aantrekken. Ik moet dat zelfs dubbel doen, want in mijn gestrengheid heb ik twee woorden de vorige keer afgekeurd. Weliswaar kwamen ze van de publieke tribune, maar het vernuft dat daarin zat heb ik niet naar behoren gehonoreerd. Dat was doorrit. Ik heb inmiddels in de afgelopen week gehoord dat het een van de meest gebruikelijke Nederlandse woorden is. Het schijnt onder meer zoiets te zijn als een weg onder een gebouw door waar je door kunt rijden. En het woord rijmregel, ook heel frequent gebruikt, met name denk ik rond Sinterklaas. Goed zo. Dankjewel, Riemer. Dat was even voor de administratie. Overigens, die beslissingen van hem vorige keer hebben dus geen enkele invloed gehad op een uitslag. Dus niemand hoeft daar verdrietig of boos over te zijn. Naast mij zit weer Betty Straatman. Lerares wiskunde uit Zoetermeer. Dat klopt. Je geeft les op een MAVO, Betty. Ja. Je hebt ook kindertjes. Hoeveel kinderen heb jij? Ik heb twee kinderen van 5 en van 8. Twee meisjes? Twee dochters. Ja. Ja. Hoe doe je dat met je baan? Ik heb een hele lieve buurvrouw die 's morgens mijn kinderen opvangt. En verder een opa dat als ze ziek zijn, is die bereid om te komen oppassen. Nice. En in mijn omgeving nog wel wat mensen. En ik heb een hele fijne bazin die mijn rooster heel goed aanpast. En je hebt niet helemaal een volledige, een volledige baan? Ik heb 16 uur en dat houdt in dat ik een middag vrij kan zijn en een dag. Dus dan heb je dus alle tijd om je aan te wijden. Ja hoor, dat lukt best. En dat is ook niet te lang om al te vermoeid van te raken? Nee hoor, want ik heb ook best nog zin om 's avonds af en toe wat te doen en zo. Nou ja. Ook wiskunde? Wiskunde voor ouders en computer voor ouders en zo. Oh, dat doe je ook? Ja, dat is heel leuk. Is dat een soort, moet ik dan zeggen, de moeder MAVO of is dat iets anders? Nee hoor, het zijn gewoon wat cursussen die gegeven worden voor ouders die vroeger wiskunde hebben gehad. En als ze nu het wiskundeboek zien, dan denken ze van, oh jee. Maar het valt best wel mee, een paar avonden bijspijkeren. En ze kunnen hun kinderen in de brugklas in ieder geval helpen. Ja, want ik herinner me bijvoorbeeld heel andere algebra en meetkunde van vroeger. Dat zie ik bij mijn kinderen nooit meer. Nou, het is niet zo anders. Het is een andere manier van opschrijven, een andere manier van benaderen alleen maar. Ja. Dus dat. Nou, en dat computer, ja, de meeste kinderen hebben een computer in huis. En heel veel moeders, vooral, die schrikken er vanaf. Dus je moet ze leren een beetje de toetsen, een beetje het gebruik. Nou, ik heb geen computer thuis. Dus wat dat betreft zou het mij niet besteed zijn vooralsnog. Maar wel, dit interesseert me wel. Veel succes, Betty. Dank u wel. Dat geldt ook voor Paul van den Werkhof. Mooie naam heb jij. Paul van den Werkhof, jij komt uit Zoelmond, hebben we de vorige keer gehoord. Je bent bankemployé. Wil ik jou eens vragen, als ik afschriften krijg van mijn bank, en ik zeg niet welke bank dat is, jij mag ook niet zeggen bij welke bank jij werkt, hebben dan die mensen van die bank waar ik bij zit dat afschrift eerst gezien voordat dus, het in een envelop gaat? Ik denk dat dat per bank verschillend is, want op sommige banken is het zover geautomatiseerd dat de afschriften zo in de envelop gesorteerd worden en zo verzonden worden, dus dan worden ze niet gezien, maar op onze bank, daar worden ze wel van tevoren bekeken. We gaan beginnen met veel minder, met meer cijfers zelfs. We gaan tossen. Jij mag het zeggen, Betty. Ik wil kop. Kop. En het is kop. Jij mag beginnen met het cijferspelletje. En ik heet welkom Vroukje Dagenvos en Wim Huigen. Vroukje, moet ik nou Dagenvos of Dagenvos zeggen? Dagenvos. Maar het klinkt zo mooi, Dagenvos. Ja, een beetje in Nederland. Ik vind het een mooi woord. Mooie naam. Ik kom niet vaak tegen. Betty, ga je gang met de cijfers. Vierde rij. Eerste rij. Derde rij. Tweede rij. Eerste rij. Eerste rij. Drie. Zes. 100. 50. 10. En een 5. En het getal is 507. 507, de tijd gaat nu in. Ja, die heb je wel nodig, denk ik. Thank you.
Nou, Betty, dat was een weggevertje. 5 keer 100 is 500. Ja. 50 gedeeld door 10 is 5. 6 gedeeld door 3 is 2. En dan 500 plus 5 plus 2 is 507. Heel leuk, heel leuk. Dat is luxe. Je hebt het zo moeilijk mogelijk gedaan, want het kon nog makkelijker. Jawel. Ja. Ja. Je had het ook natuurlijk. Ja. Ja. Jij gaat beginnen met letters. Een klinker. Een klinker. I van Isaac. Betty, wat wil je? Een medeklinker. Je moet ook om de beurt. De P van Pieter. Een medeklinker. De R van Ruurlo. Ik wil een klinker. E van Eduard. Een medeklinker. H van Harderwijk. Een klinker. U van Utrecht. Een medeklinker. S van Simon. Nog een medeklinker. G van Groningen. En een klinker. En de E van Ezingen. De tijd gaat nu in. Ik kom niet verder als 4. 4 letters, en jij? Ik heb er 5. En mag jij het zeggen? Gruis. Gruis, ja. Gruis. Prachtig. Wat had jij? Hier. Hier, ja. En ik had een gok voor gesier, maar dat durf ik niet aan. Gesier? Ja. Nee, dat heb ik ook niet zo erg leuk gevonden, denk ik. Maar gruis is goed en er zit een langere... Spieren. 6. Geruis. Geruis. Ja, geruis kan ook natuurlijk, ja. En nog iemand met een langer woord? Of u had ook geruis, mevrouw? Nee, spring. Of u maakte het slecht? Spring. Spring. Spring, spring. Ik spring. Ik spring. Dat mag niet. Dat mag niet. Nee. Nee. Niemand meer? Ja, nog één? Gespuis. Gespuis? Nee, ik heb maar één ook aan te denken. Nee. Nee. Je bent gewoon een beetje aan het schelden. Dat is niet aardig. We gaan met Betty verder met de letters. Een klinker. Een klinker. De A van Alfred. Een medeklinker. De B van Bauma. Een klinker. E van Elisabeth. Een medeklinker. De M van Maria. Ik wil nog een klinker. Natuurlijk krijg je die toch? Eduard. Een medeklinker. K van Kareltje. Medeklinker. En van Nicoline. Een medeklinker. En van Nicolaas. En een klinker. En een mooie klinker. De E van Eduard. De tijd gaat nu in. De stand is 0-11. Betty. 7 letters. 7. En jij? Ik durf niet hoger. Maar je zegt ook 7? Nee, ik had er 8, maar... Je durft niet? Nee, dat is, het is te onbekend voor mij. Oh, nou, dan, misschien dat ik daar nog even kan vragen. Ja, nee, je zegt dus ik gok niet. Nee, dan geef niet dus hoger. Betty de gelegenheid die 7 neer te leggen. Bakenen. Bakenen. Oeh. Is het niet afbakenen? Baken. Of het meervoud van baken. Dat is bakens. Okay. Bakenen. Riemergeur, kun je dat goed? Ik geloof dat ik het niet goedkeur. Oh. Dat het een heel ongangbaar woord is, denk ik. Ja.
Jij zegt ook afbakenen is het woord. Ja, en er staat ook in het naslagwerk dat ik hier raadpleeg, zie afbakenen. Dat is nooit een goed teken natuurlijk, als je ergens anders moet kijken dan waar je kijkt. Ja. Ik heb nog een kleine toevoeging. Die mevrouw die net spring zei, die had het misschien toch wel goed, want er is een woord, ook in hetzelfde naslagwerk. Het schijnt een woord uit de scheepsbouw te zijn. Kabel die achteraan een schip wordt uitgebracht en op een ankerkabel of ketting gestoken om het schip dwars te trekken. U mag er wat van maken. Ik begrijp niet wat het betekent, maar het bestaat blijkbaar wel. Ja. Wij springen met u mee, mevrouw. Ja. Ja. Alsnog een fietsvlaggetje. Wat had jij? Eenmaken. Iets eenmaken. Had je dat goed gekeurd? Eenmaken. Nee. Iets van twee, eenmaken. Nee. In welke zin gebruik je het dan? Een voorbeeldzinnetje. Oh, dat is moeilijk. Laat maar. Nou goed, het is niet aan de orde geraakt, dus we hoeven er ook onze hoofd niet over te breken. We gaan cijfers doen met jou als eerste. Eerste rij. Tweede rij. Derde rij. Vierde rij. Eerste rij. Derde rij. 1, 10, 5, nog een keer 5, een 3 en een 8. En het getal is 151. 151, de tijd gaat nu in. Stand is 7 tegen 11. Ik heb het, 151. Ja. Jij had het ook geloof ik. Ja. Ja. Maar jij mag het zeggen. 3 maal 5 is 15. 15. 15 maal 10 is 150. Ja. Plus 1. Uitstekend. Ja. Maar goed. Letters. Betty. Een klinker. Een klinker. I van IJsbrand, 1 letter. Een medeklinker. L van Leerdam. Een klinker. A van Amsterdam. Een medeklinker. G van Groningen. Klinker. E van Eduard. Medeklinker. S van Simon. Klinker. E van Eduard. Medeklinker. G van Groningen. En nog een medeklinker. C van Cornelis. De tijd gaat nu in. Betty, hoeveel letters? Vijf letters. En jij? 6 letters. Je durft? Gascel. Gascel? Wat betekent dat? Dat is een cel waar een gaskamer als gascel. Ja, waar mensen in vergast werden. Oh. Het is een onaardig woord, maar ik dacht dat het gaskamer was dan. Ja. Het is niet een gedachte waar ik elke zondagavond mee bezig ben. Maar... Nee, ik zou het niet willen goedkeuren. Je wil het niet goedkeuren? Nee. Niet daarom natuurlijk, maar het is geen niet omdat woord. Het een naar woord is, maar omdat het erger nog, omdat het een niet bestaand woord is. Ja. Het is een naar
niet bestaand woord. Ja. Zes letters glas. Ja, maar eerst, ik wil eerst even Betty horen. Of de... Ik had ook al een heel vervelend woord, geesel. Geesel, want dat is wel goed. Ja. Maar in ieder geval had je toch ook zijn opbrengst had jij gekregen. Geesel is natuurlijk goed. Zijn er nog andere oplossingen? Zes glacé. Glacé? Ja. Ja, dat kan ook. Glacé. Prachtig. Ja, dat is een heel aardige... Glacé, wacht. Glacé handschoenen. Heel mooi. Ja? Andere aardige oplossingen? Niemand niet? Ik kan nu nog onsterfelijk worden? Nee. letters met Paul als eerste. Een medeklinker. Een S van Simon. Betty. Een klinker. Nee, van Eduard. Een medeklinker. F van Vraneker. Volgens mij werd er een medeklinker gevraagd, toch? Of werd er een medeklinker? Oh, F ja. Nee, F is nee, ik schreef een E op. Nou wil ik een klinker. Nou wil ik een... Helemaal van me apropos. O van Otti. Een medeklinker. D. Ja? Een klinker. Klinker. Eduard. Ik had er een streepje bij gedacht. Een medeklinker. T van Theodor. Een medeklinker. T, ben je het mee eens? Ja? Ja. Ja. En een klinker. En een klinker. Ivan Isaac, de tijd gaat nu in. Wat heb je van C voor 13 gemaakt? Hoeveel letters? Vijf letters. En jij? Ik ook vijf letters. Dan mag jij het zeggen? Stoet. Stoet. Kan ik ook. Dat zag ik daar ook liggen, ja. Stoet. Fiets zat er ook in. Stoet van Dwergen. Zeven, zegt mevrouw daarboven. Foetsie. Ja. Foetsie. Ja. Ja, dat is een leuke. Ja. Voeten. Ja. Nog een fietsvlaggetje, mevrouw. Ja. Is zo klein. Nog meer mooie? Nee. Die mevrouw moet dichter mee zitten. Die mevrouw heeft echt een leuke avond, geloof ik. Ja, ja, dat doet mij deugd, mevrouw. Betty, we gaan met cijfers met jou beginnen. Vierde rij. Eerste rij. Derde rij. Tweede rij. Ik ook tweede rij. En nogmaals tweede rij. 10. 100. 7. 9. Nog een keer 100. En nog een keer een 9. En het getal is... 930. 930. De tijd gaat nu in. Bij een stand van 18 tegen 17. Hoe is het met de wiskundelerares uit Zoetermeer? Ik heb 9 keer 100 is 900. Je hebt het dus. Ik heb het dus, ja. 900. Plus 100. Ja. Min 7 keer 10. Ja. Is 930. 930. Ja, ja. Is eenvoudig. Ja, plus 100. Ik heb, ja, het kan eenvoudiger, ja. 100 min 7 is 93. Maal 10. Ja, dat weet je ook.
Dit is leuker. Ja, ben ik helemaal eens. Ja. Dit is een beter voorbeeld voor de klas, denk ik. Ja, dat is waar. Ja, dat moet je aan die dingen allemaal denken. We gaan verder met letters. En Paul is de eerste. Een medeklinker. R van Rudolf. Een klinker. E van Eduard. Een medeklinker. L van Leersum. Ik wil weer een klinker. De Y van Ierseke. Een medeklinker. De B van Boort. Een klinker. De A van Aha. Een medeklinker. De H van Harderwijk. Een medeklinker. De K van Kareltje. En een... klinker. Nog een klinker. E van Eduard, de tijd gaat nu in. Zes. Zes? Ik had er ook zes. Mag jij het zeggen? Bleker. Een bleker. Ja. Ja, goed. Dat mag. Bleker. Iemand had meer, wat had jij? Hakbijl. Hakbijl. Had ik waarschijnlijk niet goed gerekend, want dat is geen Y. Nee, ik was niet. Oh ja, op die manier, ja. Maar gelukkig dat je niet aan de gelukkig beurt was. Gelukkig dat ik niet aan de Nog een langer woord op de tribune? Is het geen ei? Nee, het is een Y. We hebben een aparte ei. Eerlijk is eerlijk. Ik zei ook de Y van Ierse. Dus niemand had iets fantastisch. Dan gaan we door met letters. Met Betty. Een klinker. Een medeklinker. Eduard. Groningen. Klinker. Otto. Medeklinker. Sappemeer. Medeklinker. Wilhelmina. Medeklinker. Zaandam. Klinker. Eduard. Ja. Medeklinker. Pietertje en een... klinker. Klinker. De Isaak. De tijd gaat nu in. Betty, een zeer spannende stand. 24-23. Vijf letters. Vijf letters. Ik heb er zes. En dat is? Poëzie. Poëzie. Er is geen spel tussen de dingen, dat mag. Het trema hebben we niet, dus dat is goed. Poëzie is goed. Niet waar? Heel goed. Schitterend. Heel mooi. Letterafsluiting. Dat betekent dat de stand wordt 30-23. En de beslissing naakt. Paul krijgt nog een laatste cijferspel. Eerste rij. Tweede rij. Eerste rij. Derde rij. Vierde rij. Tweede rij. Vier. Zeven. Twee. Nog een keer een zeven. Een acht. En een één.
En het getal is 110. 110 en de tijd gaat nu in. 30, 23. En Paul? 110 gemaakt. Ja, dat ook. Ja. Maar jij? Heb het voor het zeggen? 4 plus 7 is 11. Dat is 11, ja. 2 plus 8 is 10. 10. 11 maal 10 is 110. Uitstekend. Heel goed. Ja, dat ook zoiets natuurlijk. Dat 7 keer 7 keer 2 plus 4 plus 8 maakt alles. Ja. Prachtige eindspurt heb je gedaan. Schitterend gedaan. En Betty ook een hele mooie score, 23. Tegen een sterke bankemployé die duidelijk ook... de computer meegenomen heeft. Fantastisch, aardig dat je meedeed. Je was een hele lieve kandidaat. En veel plezier met het woordenboek dat er nu aankomt in 3 delen. Alsjeblieft. Heel veel plezier. Bedankt. En dat betekent dat wij afscheid nemen van Betty. Dag Betty, goede reis terug naar Zoetermeer. En Paul van der Merkhoff, wij zien jou in de halve finale terug. Dames en heren, dit was weer Cijfers en Letters. Tot de volgende keer. Dag.